trouwens heel erg leuk om vele bekende gezichten te zien, maar ook behoorlijk aantal nieuwe geïnteresseerden. Dus welkom allemaal. Vandaag willen we het graag met jullie hebben over open content en hoe we het samen mogelijk maken. Hoe het in het onderwijs wordt opgepakt, ingezet. Voordat wij echt van start gaan, willen Sylvia Moes en ik ons eerst even introduceren. Ik schakel heel even naar een PowerPoint-presentatie toe. Oh, dat is net aan de verkeerde. Excuus. Ik heb de grote variant nodig. Dank u. Techniek laat je altijd een klein beetje, dat was mijn kennis over de techniek, laat je in de steek. Als het goed is, ziet u nu de grote variant. Sylvia, zou jij alsjeblieft willen voorstellen? Ja, dankjewel Wouter. Ja, welkom allemaal, ook namens mij. Ik ben Sylvia Moes, innovatiemanager onderwijs bij de Vrije Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. Ik werk mee aan zone 4. Dus zone naar digitale, tussen haakjes, open leermaterialen. En kijk vooral welke rol de bibliotheek daarin kan spelen om docenten goed te ondersteunen. En hoe we vanuit de bibliotheek samen kunnen werken met andere experts, zoals onderwijsdeskundigen, mensen met verstand van verandermanagement. Hoe we zaken goed vlot kunnen trekken om open onderwijs mogelijk te maken. Ik ben voorzitter van de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs. En ik adviseer SURF voor 1 dag per week op onderwijs, open onderwijs, infrastructuur en leermaterialen. Dankjewel. En ik ben Wouter Kleijg. Ik ben projectmanager bij de Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik ben daar projectmanager in het team Education Support en mag naar digitale open leermaterialen de Erasmus Universiteit inbrengen. En ik mag ook samen met Robert en Gabi, Lieke, Kirsten en anderen dit mooie dossier op landelijk niveau oppakken. En ik werk al ongeveer 22 jaar bij de Erasmus Universiteit. Dat is het. Wat gaan we vandaag doen? Ik wil graag heel even kort weer ons doel en ons visie bij u op het netvlies brengen. Rondom open content en education. En daarna gaan we over op alle activiteiten die we afgelopen jaar hebben ondernomen. Op het gebied van open content en digitale open leermaterialen. En wat er de komende 2 jaar gepland staat. Als we het hebben over open education, open leermaterialen, dan zijn dat alle eigenlijk leermaterialen die in het onderwijs worden worden ingezet. Het zijn vrij beschikbare leermaterialen waar geen kosten aan verbonden zitten en publiek toegankelijk zijn. Er zijn geen rechten onder voorwaarden. En we hebben hier in kaart gebracht de vele verschillende rechten die meegegeven kunnen worden aan leermaterialen. En dat gaat van volledig open tot aan volledig gesloten. En we hebben ook het vertrekpunt van de 5 R's in gedachten hierbij. Het behouden, het gebruik zoals het onderwijsmateriaal zelf is. Het kunnen bewerken van de materialen, het opnieuw kunnen combineren of vervolgens weer onder een open licentie kunnen herdistribueren. Wil jij weer iemand toelaten in de... ja, dankjewel Leontine. Naar digitale open leermaterialen is gestart door Jet Bussemakers, onze voormalige minister OCW. Dus hij heeft een hele duidelijke quote gegeven op leermaterialen. En het moet in 2025 onze tweede natuur zijn.
Ingrid van Engelshoven, onze huidige minister, die onderschrijft dat wel, maar heeft nog geen zeer expliciete uitspraak gedaan op digitaal open leermaterialen, maar wel een quote op onderwijs. En dan onze bezittende leider Robert Schuur verwoordt dat mooi in een van onze, of in ons concreet doel, dat wij alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland graag in staat stellen om hun optimale mix aan digitale open leermaterialen te kunnen bepalen en te kunnen hergebruiken. Nou, wie zit er in onze zone? Dat zijn 6 universiteiten, 2 hogescholen. Een afbeelding van alle deelnemers. Vanuit onze zone hebben we een hele sterke samenwerking tussen OCLC, SURF, SHB, UKB en de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs. Nou, wat streven wij na? De beschikbaarheid van open leermaterialen, een sterke impuls te geven voor activerend en persoonlijk onderwijs. En content, het goed kunnen terugvinden van content, het goed kunnen gebruiken van content. Maar het ook goed samen kunnen maken van content is daarin belangrijk. We willen dus weten hoe materiaal wordt geselecteerd. Dat iedereen op een gegeven moment zijn eigen optimale mix aan leermaterialen kan vaststellen. Via bij voorkeur een nationale infrastructuur waar dus alle open leermaterialen kunnen worden teruggevonden. We willen heel graag het hergebruik van open leermaterialen stimuleren. En uiteraard brengen we good practices in beeld. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden hebben we vooral de strategie om aan te sluiten op bestaande infrastructuur en bestaande middelen en activiteiten om zo elkaars signaal te versterken en niet op meerdere fronten te investeren in eenzelfde soort instrument. En alles wat wij ondernemen, daar zorgen we dat de aansluiting is bij deze theorie. En we hebben een heel leuk filmpje van Paul Gauvet die heel mooi kan uitleggen waarom het toepassen van digitale open leermaterialen nou zoveel met zich meebrengt. Moet ik heel eventjes... Kunt u mijn scherm goed zien? Ja. Oké, dankjewel. Sorry, want ik zie jullie niet, dus ik moest even schakelen. Ik ben Paul Gauvet van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik ben projectleider van het project Open Anatomie Leermaterialen. En ik ben dat gaan doen om 2 redenen. Ten eerste toegankelijkheid. Anatomie is van ons allemaal als mensen. En ik vind het belangrijk dat studenten bij alle materialen erbij kunnen, niet door financiële belemmeringen belemmerd worden. Dat gebeurt nog steeds ook, niet alleen in het buitenland, maar ook onze Nederlandse studenten hebben niet altijd geld om alle boeken te kopen. En ten tweede, voor de docenten, die zitten ook vaak met belemmeringen van kan ik dit plaatje wel of niet gebruiken, vooral in weblectures en in online onderwijs wat open gaat. En dat zou met open materiaal een stuk beter kunnen. Tweede reden, kwaliteit. Ik denk uiteindelijk, als de materialen open zijn, dan bouw je voort op elkaar. Ook als je het kunt hergebruiken, bouw je erop voort. Je krijgt feedback van je collega's, dus je kunt je materiaal beter maken. Je merkt dingen die je zelf niet goed hebt, die kun je verbeteren. En uiteindelijk komt het beste materiaal komt voor iedereen boven. Dus daarom geloof ik uiteindelijk in open materiaal. Twee seconden. Dank u wel. Als het goed is, ziet u mijn presentatie weer. Top. Sorry, ik moest heel even switchen naar de gezichten. Dank jullie wel. Dan gaan we nu even over op het tweede deel. Datgene wat we de afgelopen periode hebben gedaan vanuit de zone en dan met name de werkgroep Infrastructuur en Content. En wat er de komende 2 jaar in het vizier ligt.
Wij hebben signalen vanuit de praktijk ontvangen dat er best wel behoefte was aan ondersteuning op dit front. En die signalen waren voor ons sterk genoeg om in eerste instantie een requirement study op te starten. En die requirement study hebben we kunnen uitzetten onder 26 vakcommunities. Die al eerder in kaart waren gebracht door Sylvia Moes en door Gaby Lutgens van de Universiteit Maastricht. En er zijn er 45 in totaal destijds in kaart gebracht. Die merendeels in Nederland actief waren, maar er waren ook een aantal, of er zijn er ook een aantal actief in Europa. En daarin hebben we gemerkt dat er zeker een behoefte is om materiaal te ontsluiten via een landelijk zoekportaal. Denk dan bijvoorbeeld aan het zoekportaal open leermaterialen. En er is zeker ondersteuning gewenst op een aantal fronten vanuit bibliotheken en SURF. Met name metadatering en auteursrechten en advies daarop zijn belangrijke. Maar ook inhoudelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld het maken van open textbooks. Verder is ook eruit naar voren gekomen dat er op dat platform het erg prettig zou zijn als er extra functionaliteiten zouden worden ontwikkeld op het kunnen samenwerken met elkaar. Vooral videocontent is daar sterk uit naar voren gekomen. En het bewerken of het kunnen bewerken van bestaand leermateriaal. En ook textboeken is hier sterk naar voren gekomen. Het platform dat daarvoor, wat wij nu als vertrekpunt gebruiken, is EduSources. EduSources is een... EduSources is een plek waar je leermaterialen duurzaam kan delen. En het wordt gecombineerd met het zoekportaal Open Leermaterialen, zodat het straks ook een goede zoekfunctie heeft. En verder is het van belang dat wij ook al die inhoud vooral via de vakcommunities willen insteken. En dat we bijvoorbeeld hier ook virtuele collecties zouden willen kunnen aanleggen. Dan zijn we aangekomen bij het deel van Sylvia. Zou je wat meer willen vertellen over de desk research die jij samen met Kati hebt gedaan? Ja, dankjewel Wouter. Ja, die communities die werken samen op een bepaald domein, op een bepaald vraagstuk. En die zijn geneigd om eerder content met elkaar daar te delen, omdat ze dezelfde taal spreken, zeg maar. Hè. Ze geven een vak op een bepaalde discipline met bepaalde vraagstukken. En nou, die mensen die zijn al met elkaar in contact en die willen dus beter gaan bedienen. Dus beter bedienen om samen te werken, maar ook om content te vinden. En op dit moment zijn er ongeveer 4000 leermaterialen in EduSources beschikbaar. Maar er zijn wereldwijd best veel repositories die ook al heel interessante materialen bevatten. Dus we hebben een inventarisatie gemaakt om te kijken waar bevinden die repositories zich. En wat zou daarvan interessant kunnen zijn om die doorzoekbaar te maken via EduSources. Dus hier ziet u twee voorbeelden daarvan. Eén rechts is EU-screen. Dat is heel veel film- en videomateriaal. Wat heel interessant is voor gedrag en maatschappij, voor antropologie. Er zit heel veel materiaal in voor kunst en cultuur en heel veel over journalistiek. Daarboven zie je in welke talen dat beschikbaar is en daaronder zie je hoeveel video's en afbeeldingen er totaal ontsloten zijn. En dan kom je toch al dat je een paar duizend objecten weer kan aanreiken voor bepaalde domeinen. En dat geldt dus ook voor het Duitse portaal van de overheid aan de linkerkant. Dat zit veel meer op natuur, historie en sociale wetenschappen en sport. Geschiedenis in het algemeen, bewegingswetenschappen, maar ook journalistiek. Daarvan is het overgrote deel is natuurlijk Duitsstalig. En dan heb je zo'n bijna 70.000 objecten die meertalig zijn, andere Europese talen. Nou, we hebben heel veel van dit soort repositories bekeken
En we hebben die documenten uitgewerkt van waar bestaat het uit, wat zit er ongeveer in. We hebben de URL's naar die portalen. En we willen dat dus gaan voorleggen aan docenten in vakcommunities. Maar ook aan, omdat er ook behoefte is vanuit de vakcommunities om ondersteund te worden door bibliotheken. Om te kijken welke vakreferenten hebben nou verstand van zaken van die domeinen. Die met ons mee kunnen denken. Die docenten straks kunnen ondersteunen bij hergebruik van dit soort materialen. Dus daar willen we een content adviesraad voor opstellen binnen het project, wat voor Wouter net over had, 2-jarig project, om te kijken, oké, wat is interessant, wat moet prioriteit krijgen om doorzoekbaar gemaakt te worden. En een ander voorbeeld daarvan, dat zijn de open tekstboeken, op de volgende slide. Ja. We hebben ruim 33.000 open tekstboeken geïnventariseerd. En daarbij hebben we gekeken, oké, op welke domeinen, die 11 domeinen die op de pagina van EduSources staan, die gelijk zijn aan de domeinen die in CROHO staan, dus het systeem waarmee studenten zich inschrijven bij HBO en WO-instellingen om een opleiding te volgen, die domeinen hebben we aangehouden. Daarmee ontsluiten we materiaal en daarmee inventariseren we dus ook dat materiaal. Die zag je net op de vorige pagina terug en hier zie je dat weer terug. Dus hierbij kun je zien dat er 33.000 tekstboeken zijn en dat er bij taal en communicatie bijvoorbeeld bijna 4100 boeken zijn. Dat bij kunst en cultuur dat er bijna 7000 zijn. Dus daar hebben we gekeken, oké, hoeveel is er nou van wat te vinden? En ook, als we dan nog één slide verder gaan, dan krijg je bijvoorbeeld bij kunst en cultuur, kan je zien, oké, in een word cloud, waar gaan die tekstboeken nou ongeveer over? Dat zijn de topics. Je kan daarboven zien in welke periode zijn ze ongeveer gepubliceerd. En aan de linkerkant kun je zien onder welke Creative Commons license deze vallen en in welke talen ze verschenen zijn. En helemaal links zie je dan de uitgeverijen. Waar komen die open tekstboeken vandaan? Dus dit is heel fijn om dit soort infographics en dit soort informatie straks aan een content adviesraad voor te leggen. En zeggen, oké, we hebben voor kunst en cultuur deze open tekstboeken gevonden. Is dat interessant voor je? Zou je ze willen doorzoeken en zou je ze opnieuw willen hergebruiken binnen je community? En we hebben dus ook gekeken, als mensen ze willen hergebruiken, wanneer het in PDF of in EPUB formaat gepubliceerd is, hoe mensen dan die content kunnen bewerken. Daar waar de Creative Commons License dat dan toestaat, nou, dan kan je makkelijk op filteren en zeggen van ik wil van kunst en cultuur op een bepaald onderwerp, onder een bepaalde Creative Commons license, de boeken terugvinden. En ik wil daar elementen uit hergebruiken om dat vervolgens weer om te zetten naar een nieuw open werk. Dat is een beetje de gedachte hierachter. Dus we willen het vooral docenten makkelijker maken om die content te vinden, opnieuw te gebruiken en dat ook weer binnen hun community te verspreiden en met elkaar verder kennis over op te doen. En om dat een beetje goed toegankelijk te maken, moeten we gewoon slimme technieken inzetten. Want we hebben gezien bij het doorzoeken van die open tekstboeken op alleen de metadata, dus de beschrijvingen van die open tekstboeken, komen we niet ver genoeg om echt te zeggen waar het over gaat en om echt in te schatten van past dit nu bij een bepaald domein of niet. Daar hebben we Elasticsearch voor op losgelaten. Dus dat betekent dat we de open tekstboeken volledig op tekstherkenning hebben ingescand en door Elasticsearch hebben heen gehaald. En dat je dan combinaties van maken van domein, bepaalde titels, bepaalde zoekwoorden. En waarmee je dan de juiste tekstboeken naar boven zou moeten kunnen krijgen. En een ander domein wat Wouter toen straks aangeeft, dat was video. Er is ook onderzoek gedaan, onder andere door Robert Schuur, enkele jaren terug, dat voor een open leermaterialen en bij de MOOCs en zo, video gewoon een groot aandeel heeft in het open materiaal. Uit mijn hoofd was dat 78% destijds. Dus daar moet je ook wat doen om die video's goed doorzoekbaar te maken. En daar hebben we dan een pilot gedaan afgelopen jaar met Surf samen, Wouter en vanuit de Erasmus Universiteit, ik vanuit VU, om onze videocontent door een spraakherkenningstool heen te halen en dan met Elasticsearch te kijken hoe kunnen we dan de momenten in de video beter kunnen vinden, dat je niet alleen maar de video zelf krijgt.
maar ook de momenten waarin het behandeld wordt. Dus we zijn ook bezig met technieken om die content beter vindbaar te maken. En beter is niet altijd alleen maar meer resultaten, maar eigenlijk beter toegespitste resultaten op een bepaald domein of op een bepaalde opleidingsrichting. Sylvia, in de chat staat nog een vraag. Ja? En mijn chat valt nu helaas weg. Maar als ik hem goed kan herinneren, dan is de vraag gesteld van, goh, werkt dat nu goed met Elasticsearch? Ja, dat gaat best goed. We hebben de pilot die we hebben gedaan met die open tekstboeken gezien dat het echt een winst is. Door Elasticsearch hebben we bijvoorbeeld die woordwolken kunnen maken. Wat zijn dan de items die in die boeken worden behandeld? En zonder Elasticsearch en tekstherkenning hadden we dat nooit kunnen doen. En we vinden ook meer geschikte resultaten terug dan wanneer we dat alleen op de metadata hadden gedaan. Op de metadata alleen komen we soms op hele gekke resultaten uit, waarvan we dachten, dat is gek dat dit verschijnt. En je mist een hele hoop. En door inzet van Elasticsearch zagen we daar een aanzienlijke verbetering in. Op de volgende slide krijg je een idee. Ja, twee seconden nog, ja? Sylvia. Pascal die geeft ook aan waar wij het in het begin tijdens dat project over hebben gehad. Ja. Van goh, is dan automatische metadatering van de inhoud ook mogelijk? En krijgen dus de gebruikers daar dan TCT-advies op? Dat is wel een domein wat we nu aan het verkennen gaan met OCLC ja. Research en met SURF samen en met de KB. KB is in die richting bezig. OCLC Research heeft hele grote datasets. En wij hebben weer de vakvocabulaires en andere inhoudelijke data die weer interessant zijn om dit vraagstuk op te lossen. Maar het is zeker iets wat we willen verkennen, omdat we weten dat docenten gewoon het liefst zo min mogelijk tijd besteden aan het metadateren van materiaal. Plus, als dat met goede kwaliteit kan gebeuren, dat je iets semi-automatisch kan genereren, maar wel mensen de mogelijkheid nog geeft om aanpassingen daarop te doen. Dat je bijvoorbeeld suggesties voor trefwoorden geeft, dat je misschien de titel automatisch kan overnemen. Ja. Waar ik nog wel een uitdaging in zie is, en dat zal niet op korte termijn gebeuren, dat je weet hoe dat object nou gebruikt is, voor welke leerdoelen of binnen het onderwijs. Ik denk dat dat voorlopig iets is waar de docent nog altijd zelf wat over moet zeggen. Maar als we het kunnen inperken tot dat deel, zou het al een enorme winst zijn. Maar het is zeker iets waarmee we al bezig zijn en waarmee we nu een casus voor aan het opzetten zijn, die we dan uit willen werken. Ja. En zeker ook winst voor docenten, studenten en ook docenten wat betreft. Nu hebben we met name in organisatorische metadatering, dus voor welk vak is het opgenomen, wie is de docent, wat is de titel, datum, tijdstip, et cetera. Maar nog niet de verdiepingsslag, dat er echt inhoudelijk gezocht kan worden. Dus zodra wij dit succesvol kunnen doorontwikkelen, kunnen studenten dus ook de videocontent inhoudelijk doorzoeken. En dus ook als naslagwerk gebruiken. Ja, dus nu vind je alleen maar nog de video's als je op titels zoekt. Ja. En met spraakherkenning vind je dan ook de momenten in de video's, waardoor een student sneller kan inschatten, is dit de video die ik kan gebruiken voor mijn onderwijs of niet. Dus ze krijgen betere resultaten in minder tijd als het goed gelukt is. Nee. Ik zie nog een vraag van Pascal. Een laatste dan. Als een leerobject video Engelse tekst bevat, worden beide dan doorzocht om nog een preciezere te kunnen zoeken? Om nog preciezer te kunnen zoeken? We doen sowieso eerst een taalcheck. Ja, dus we kijken eerst is het Nederlands of is het Engels. En daar vandaan gaan we dan de zoekalgoritme in. Dan gaan we nu. Er werd niet gezegd video Engels, maar en. Oh, en, sorry. Excuus voor, ik dacht dat de EN afkorting was voor Engelstalig. Dus beide worden doorzocht. Ja. Nou ja, we doorzoeken video op spraak en we doorzoeken tekst met tekstherkenning. Het zijn twee aparte technieken. Ja. Video is een complexere techniek dan de tekstherkenning. De tekstherkenning, OCR,
is ook al was al eerder in een verder gevorderd stadium dan video. Video is de laatste tijd heeft dat de vlucht genomen om de resultaten daarvan beter herkenbaar te maken. Daar heb je ook weer taalmodellen voor nodig, taalmodellen met fonetiek. En daar hebben we ook weer contacten mee met Arjen van Hessen onder andere, die taalmodellen ontwikkelt. Dus een financieel taalmodel, een medisch taalmodel. En daar hebben we OCLC Research weer hard voor nodig. Want die heeft hele grote lijsten met synoniemen in vakgebieden, maar ook met medische termen. En dat soort dingen, als je die met elkaar in verband brengt, dan kan je dat algoritme ook weer beter gaan trainen om woorden te herkennen. En we weten, er is eerder een workshop over geweest, 28 januari, over de toegankelijkheid van videomaterialen en de betere doorzoekbaarheid daarvan. En daar is ook een blogpost geschreven door Jelmer de Ronde, wat je nodig moet hebben, waar je bij de opnames rekening mee moet houden om het straks goed doorzoekbaar te maken. Want we hebben ook video's voorbij zien komen van de audio, gewoon dat als ik hem zelf zo luister als mens, dat ik denk, wat zeggen ze nu? Je kan nagaan als je dat door spraaktechnologie heen moet halen, daar gaat niks goeds van terechtkomen. Dus dat we ook een beetje rekening houden met, als je dat goed wil gaan doen en goed doorzoekbaar wil maken, dat je ook bij de productiekant bewust bent van dat de audio-kwaliteit gewoon goed is en de snelheid waarmee gesproken wordt. Vooral wanneer meerdere mensen elkaar afwisselen in een gesprek en dan misschien alle twee een ander accent hebben en dan misschien ook nog snel op elkaar inpraten of elkaar snel afwisselen, dan moet zo'n zo'n software moet dat heel snel in mee kunnen schakelen. En daar zie je echt wel uitdagingen nog in. Maar we weten daar gelukkig meer over en we kunnen daar goed mee verder. Zeker. Dankjewel. Ja. Dus dit is dan ook voor de mensen die zoeken, maar ook voor de mensen die ondersteunen. Hè? De bibliotheken, die zijn er ook niet meer op ingericht om massaal alles met de hand te gaan lopen metadateren. Helemaal niet. Als we heel veel docenten bereid willen hebben die materialen delen, bij de VU hebben we 4.500 stafleden. Nou, dan moet je niet aan denken dat die mensen alles gaan delen en dat wij dat allemaal handmatig moeten gaan doen. Dat houden we niet bij. Dus we moeten ook wel dit soort slimme technieken in gaan zetten om het beter te doen met elkaar. Om ook om de workload aan te kunnen in de toekomst. Dus dat kunnen we ook niet met terugwerkende krachten. Daar hebben we gewoon techniek bij nodig. Hierbij zie je een voorbeeld van video wat we hebben doorzocht. In de metadata stond vrij weinig en als je dan de spraak naar tekst omzet, dan heb je in één keer een veel rijkere dataset om in te gaan zoeken. En dan komen dus 3 clips naar boven die een verband met elkaar hebben. Het zijn instructieclips over hoe je een goede pleitnota schrijft en hoe je een goed pleidooi houdt. Nou, die komen dan netjes allemaal naar voren. En die hadden we echt niet gevonden op basis van de titel en de beperkte omschrijving. Dat was nooit zo tevoorschijn gekomen, zeg maar. En hetzelfde doen we met open tekstboeken. Precies hetzelfde principe. Dit is de blogpost naar spraakherkenning. Wat komt erbij kijken? De slides komen beschikbaar voor jullie. Dus dan kun je daarna ook op die URL klikken die daar staat om het in eigen tijd en tempo door te nemen. En dan is er ook nog de vraag, als je nou docenten goed wil ondersteunen bij een goede mix maken van leermaterialen, want open is de focus en het aandachtsgebied op het moment, omdat daar nog heel veel moet gebeuren. Maar we weten ook van oudsher dat docenten heel veel materiaal van uitgeverijen gebruiken en van andere partijen, derde, in ieder geval waar copyright op zit. En ook semi-open materialen hebben, dus mensen die wel delen, maar in een kleinere setting, tot en met helemaal open. En als je nou wil kijken van, hoe kom ik nou aan die materialen, hoe vind ik ze nou, daar hebben we net een inkijkje in gegeven. Maar als je nou je onderwijsherontwerp zou willen doen, vooral bijvoorbeeld in deze tijd waar we nu in zitten, hè, hoe maak ik nou interessant online onderwijs, dan is het een heel interessant vraagstuk om te kijken van welke eigenschappen hebben diverse vormen van content nu. En welke leerdoelen en welke leeractiviteiten ondersteunen die
worden nou ondersteund vanuit die verschillende eigenschappen? En Robert Schuwer, Leontien van Rossum en ik zijn daar een inventarisatie op doen op basis van publicaties, die onderzoeken die zijn gedaan naar inzet van diverse soorten content en welke en wat voor effect dat heeft op leeractiviteiten en leerdoelen die van Bloem. De taxonomie van Bloem die in het midden hier zit, dus van lagere naar hogere learning goals. Daar is eerder al een pedagogy wheel voor gemaakt, die je nu ziet. En daar is invulling aan gegeven met apps. Dus welke apps zou je kunnen inzetten om welke leeractiviteiten en leerdoelen te bedienen in relatie tot de lagere naar hogere orde learning goals. En wij zijn nu bezig om een slag te maken om daar de verschillende content typen in te plaatsen. Bijvoorbeeld een kennisclip, die is erop gericht om studenten een inzage te geven in een bepaald theoretisch cognitieve informatie. Informatie om te snappen op hoofdlijnen, waar gaat dit topic bijvoorbeeld over? Terwijl een instructieclip is veel meer, dat is bijvoorbeeld rapvaardigheden, hoe moet ik pipetteren? Dat is veel meer handelingsgericht. Dus het is alle twee video, maar alle twee met een totaal eigen karakter. En je produceert dat ook op een andere manier. En je zet het ook op een andere manier in. Nou, dat soort voorbeelden zou je kunnen verwerken in zo'n pedagogy wheel. En dat geldt dus ook voor virtual reality, 3D-printing, augmented reality. Augmented reality is een virtuele laag over een bestaande laag heen projecteren. Bedient heel andere leerdoelen dan wanneer wij in pleitvrij studenten in een virtuele omgeving plaatsen, in een virtuele rechtbank, om elkaar live te ontmoeten, om hun pleitvaardigheden te trainen. Dat is weer skills gebaseerd. Terwijl de AR-variant kunnen we bijvoorbeeld met geschiedenis op de Dam hier in Amsterdam plaatsen, door de architectuurlaag over het Parijs van de Dam heen te plaatsen en daar inhoudelijke wetenschappelijke vragen over de architectuur te stellen, over de geschiedenis van de architectuur. En terwijl je dan zeg maar als het ware door dat pand heen kan kijken, omdat je de zuilen ziet die je van buitenaf niet kunt waarnemen. Dus dat is gewoon interessant om te zien van welke type van content bedient nou wat, zodat die docenten daar wat in geholpen worden en dat mensen uit bibliotheek samen met onderwijskundigen goed kunnen samenwerken om die materialen vindbaar, beschikbaar en herbruikbaar te maken en te integreren in dat onderwijsontwerp. En dat laatste zijn vooral de onderwijskundigen aanzet. Maar ik heb in eerdere videoprojecten gewerkt, nationaal en Europees. En daarbij zag ik toch ook dat heel veel onderwijskundigen weer ontzettend geholpen zijn als er mensen vanuit AV-centra weer aan boord komen die heel veel over diverse soorten van video weten en hoe je dat in kan zetten. Dus we moeten het echt met elkaar gaan doen en disciplines en expertises met elkaar verbinden om de integratie in het onderwijsontwerp te optimaliseren, zeg maar. En daar proberen we nu wat instrumenten voor te maken. En dat proberen we niet alleen te maken, maar al die kennis en kunde die we nu opdoen en alle activiteiten die we op het moment hebben gedaan en gaan verder gaan ontwikkelen, die willen we op één plek graag duurzaam inbedden. En daarbij hadden we de gedachte om dat via een landelijk ondersteuningsloket te gaan doen, waar je als docent en ondersteuner direct naartoe kan gaan en snel de informatie tot je kan krijgen. En ook goed in contact kan komen met experts die wij op het moment ook in kaart aan het brengen zijn en die wij op een gegeven moment ook aan vakcommunities willen koppelen. Dus als jij binnen een vakcommunity op verpleegkunde vragen hebt inhoudelijk, dan kan je bijvoorbeeld naar het ondersteuningsloket toe gaan, kijken wie daar de meeste expertise in huis heeft en daar vragen aan stellen. En op die manier ook goede slag kan slaan. En verder is het ook de bedoeling dat wij kennis die we nu opdoen en dan met name bijvoorbeeld de SURF-stappenplannen,
Dan moet ik heel even kijken of ik die SURF-stappenplannen, maar ook alles wat wij daarnaast nog verder ontwikkelen, al die kennis die wordt geplaatst op het ondersteuningsloket. En op het moment is het nog eventjes de vraag, want we zijn dat net aan het opstarten. We zijn dus in kaart aan het brengen wat de beste plek daarvoor is. Dat kan bijvoorbeeld het NRO kennisknooppunt zijn, omdat andere zones, zoals docentprofessionalisering en volgens mij flexibilisering, ook al daarmee mee optrekken. Lijkt het voor ons ook een logische plek om daarbij aan te sluiten. Maar we brengen eerst in kaart welke keuzes we daarin kunnen maken. Want we zitten ook bijvoorbeeld te denken aan SURF als centraal punt. Ook zou dat voor ons een hele logische plek zijn, omdat daar al de community pages op zitten. Maar daar zijn we dus nu de eerste stappen in aan het zetten. Ja, en de special interest groups ook al bij SURF zijn ondergebracht. En de diverse special interest groups hebben ook weer allemaal interessante kennis. Bijvoorbeeld, hoe maak ik een goede kennisscript? Nou, daar heeft de special interest group Media and Education al heel veel informatie, mooie informatie over verzameld. Wat weer heel handig kan zijn voor docenten en onderwijsondersteuners om over dat soort informatie te beschikken. En misschien is het wel handig dat we die... dat we een repository voor dit soort materialen ook gaan vullen. Zoals we EduSource Circuit gebruiken om leermaterialen te vinden, hebben we ook een stukje docentprofessionalisering. Mm-hmm. Misschien kunnen we daar ook wat van dit soort materialen in kwijt, zodat je er niet voor hoeft te kiezen dat je het alleen maar op één plek, je beheert het op één plek, maar je toont het op verschillende portalen. We moeten er even elkaar over nadenken. Maar daar wordt nog een stukje strategie op gezet. Ja, zeker. En dat sluit ook eigenlijk wel aan bij wat we eerder zeiden. De juiste skills voor de juiste job. Dat is een van de activiteiten die Sylvia, ik en Jelle Visser en Marije Mentink op het moment aan het oppakken zijn. Twee universiteiten, twee hogescholen. Omdat het landschap zo aan het veranderen is, zijn we op het moment aan het kijken wat zijn nu de producten en diensten die bibliotheken op dit moment leveren. Wat voor functies hebben we daarvoor ingericht. En wat voor competenties en vaardigheden brengt dat met zich mee. En is dat bijvoorbeeld ook nog steeds hetzelfde pakket wat wij over 3 tot 5 jaar bijvoorbeeld aanbieden. En hebben wij dan nog wel de juiste skills in huis als bibliotheekmedewerker of zelfs strakjes een stapje verder ander ondersteunend personeel. Want niet alle activiteiten zijn bij bibliotheken ondergebracht. Bij de Erasmus Universiteit bijvoorbeeld is produceren en ontsluiten van mediacontent ondergebracht bij een andere afdeling, Media Support Services. En die zit binnen de IT-afdeling. En daar hebben de bibliotheekmedewerkers geen overlap mee. Dus dat zijn we op het moment aan het doen. Hopen dat we dat dit jaar af hebben en dat we dus ook op een gegeven moment met een advies naar bibliotheken kunnen komen rondom kennis en vaardigheden die in de toekomst nodig zijn om te ontwikkelen. Ja, en die ook nu al door een aantal instellingen zijn ontwikkeld, waar anderen weer behoefte aan hebben om het voor te zetten. Bijvoorbeeld 3D-scanning, 3D-printing. Dat wordt door een aantal instellingen. Ja, en de Hogeschool Rotterdam is niet specifiek in de bibliotheek, maar de Hogeschool Rotterdam heeft wel 7 makerspaces, dat heeft heel veel kennis. Dus hoe kunnen we de kennis die al beschikbaar is bij andere instellingen nu goed inzetten via workshops vanuit de werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs? Dat zodra de content geproduceerd moet worden of advies moet komen op auteursrecht, en dan werk je samen inderdaad bij ons ook hoor, met AVC,
Dan wordt de bibliotheek erbij gehaald om te kijken van hoe gaan we om met auteursrecht, creative commons license. We willen een clip opnemen en er moet materiaal in open beschikbaar zijn. Welk materiaal is daar het meest geschikt voor? Dus je hebt elkaar echt wel nodig om dat te doen. Maar het is ook belangrijk dat bibliotheekmedewerkers de tijd krijgen om te schakelen naar die oerlibrarian. Want tot nu toe waren de meeste, zeker voor de wetenschappelijke bibliotheken, vooral onderzoeksgericht bezig. En daar zijn echt heel veel meters in gemaakt, ook met open access publicaties. Maar nu is het echt de beurt naar, om te kijken onderwijs. Naar open reermaterialen, onderwijs. En open tekstboeken maken, daar is hulp bij nodig. Maar ook het samenstellen van hoe ondersteun je nou docenten om een goede mix van reermaterialen samen te stellen. Wat is voor hun nou belangrijk? Dus om ook beter te begrijpen welke rol content in onderwijs speelt. Dat is denk ik ook belangrijk om daar meer ervaring op te doen en daarvan te weten. En ja, dat is allemaal hieronder geschaard. Ja. Ja, en het is ook wel terecht en tof wat je zegt, want alle universiteiten en hogescholen die trekken ongeveer gelijk op, maar tegelijkertijd hebben ze ook zo hun eigen expertise of hun eigen selectie op, prioritering op onderwerpen. Bijvoorbeeld de VU en TU Delft, die zijn geweldig goed in het maken van open textbooks. En TU Delft heeft daar bijvoorbeeld al een proces voor in kaart gebracht. Ja, daar ga ik als Erasmus Universiteit en ook van jouw kennis en ervaring, Sylvia, ga ik daar dankbaar gebruik van maken. Dus op die manier help je elkaar inderdaad verder. Ja, en er zijn weer veel ABO-instellingen die al communities ondersteunen. Hè? Community verpleegkunde doet ontzettend goed. Maakt mooie materialen waarbij goed samengewerkt wordt door verschillende experts om die docenten te ondersteunen bij het uitwisselen van het materiaal. Er zijn mooie vakvocabulaires gemaakt. Vaktherapie bij HBO-instelling doet dat goed. Informatievaardigheid tussen HBO en WO doet het heel goed om via vocabulaires correcties te maken, vindbaar te maken. Dus dat soort ontwikkelingen die al succesvol zijn opgezet, dat is gewoon leuk om dat naar voren toe te brengen en anderen die daarmee willen starten, om die te helpen en niet van scratch af aan te laten nadenken over de zaken, maar met mensen in contact te komen die daar al ervaring mee hebben opgedaan, die al tegen zaken zijn aangelopen, waarbij anderen niet per definitie weer dezelfde struikelmomenten hoeven te hebben. Daarmee hopen we echt dat we versnelling toch, dat we vanuit die hoek versnelling kunnen bewerkstelligen. Ja. Volgens mij zijn we er dan bijna. De call to action. Want wij kunnen dat niet alleen, zoals we dat net zeiden. Wij hebben al voor het ondersteuningsloket, of vanuit de requirement study, hebben we eigenlijk al een beroep gedaan op een aantal mensen voor zitting nemen in de klankbordgroep. En we zouden graag dezelfde oproep aan u willen doen. Als je het fijn vindt om ons te helpen en ook dus actief bij te dragen aan inrichten van het ondersteuningsloket, zodat we met jullie kunnen sparren over ideeën, maar ook over de gebruiksvriendelijkheid of de goede opzet van functionaliteiten EduSources of andere platforms, dan zouden we dat graag aan jullie vragen. En uiteraard, we gaan binnenkort met contentadvies van start. En is het dus erg fijn als jullie daar ook een actieve bijdrage aan willen geven. Er is een aanmeldformulier gemaakt. Leontien, zou jij die alsjeblieft in de chat willen zetten, alsjeblieft? Waar u straks naartoe zou kunnen gaan en ter overweging, daarin kunt u dus aangeven of u wilt bijdragen of niet. Op een van de drie, of alle drie, dat is natuurlijk ook mogelijk. Waarbij de contentadviesraad echt wel voor docenten is in bepaalde domeinen, voor communities of docenten en vakreferenten van bibliotheken. Omdat het echt content specifiek is. Ja. Dus dat is een beetje apart in die zin. Ik heb het aanmeldformulier helaas niet in mijn bezit. Maar Sylvia was net voor onze presentatie super goed mee bezig geweest. Heb jij toevallig
beschikbaar? Is de vraag. Sorry, nog een keertje. Dat ik denk dat Sylvia het formulier heeft en helaas ik niet. Oh, excuus. 2 seconden. Ik denk dat ik dan even... terug moet naar mijn mail. Wacht maar, Sylvia. Ik heb hem in de chat gezet hoor, Wouter. Okay. Ja. Dankjewel. Sorry. Dat maakt niet uit. Hij staat dan gewoon in de chat, dus al goed. Dan komt hij niet. We hebben ook een aantal dingen op een rijtje gezet waarvan Sylvia en ik dachten, en Kirsten Velo en Lieke, die nu ook aanwezig zijn, waarvan we dachten, dat is interessant voor jullie om zeker eens je blik op te werpen. En we hebben aan het einde van deze slide even op een rijtje gezet wat we in 2020 allemaal hebben gedaan. Hierin zie je dus ook een projectplan staan. Die hebben we ingediend bij de stuurgroep omdat er een aanvraag zit van wat financiële middelen. En daar moeten we nog terugkoppeling op krijgen. En dit zijn alle activiteiten die we in 2021 en 2022 willen ondernemen. En daar hebben we u net aan alles over toegelicht. Dan zijn wij gekomen aan het einde van dit webinar. Tenzij u nog vragen of opmerkingen heeft. Dus voel u vrij om uw microfoon open te zetten of een vraag of opmerking in de chat te plaatsen. Ik heb wel een vraagje. Ja. Ik heb al de hele tijd geen toegang tot op een of andere manier de chatbox. Dus ik zou wel het formulier voor eventueel wat docenten of collega's door kunnen geven, maar ik kan er niet bij. Wat wij zullen doen is, er volgt nog een nazorg, er volgt nog een bedankmail, nazorgmail, waarin we ook de presentatie met jullie delen. En dan zullen we ook even de link opnemen naar het formulier. Oké. Heel graag, dank je. Kleine moeite. Zijn er nog verder vragen of opmerkingen? Of reacties? Dan dank ik jullie allemaal hartelijk voor jullie tijd. En dan sluit ik bij deze het webinar weer af. Ik wens jullie allemaal een hele fijne... Ja, graag gedaan Pascal. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag nog. En wellicht tot ziens. Dank jullie wel.